Mijn mensjes, er zijn we weer! En welkom bij een nieuw soort video. Wat gaan wij doen? Wij gaan van verschillende webshops gaan wij allemaal dingetjes bestellen. En dan gaan we kijken of we het mooi vinden, of de kwaliteit goed is, toch? Ja. En of we er vaker zouden bestellen. En dan wil ik vooral echt van die webshops die je overal op Instagram ziet en zo. En ik heb ook een idee, en dan moeten jullie maar even zeggen of jullie dat leuk vinden, dat Selina op een webshop kleren voor mij gaat uitzoeken. Ja. Laat even in de reacties weten, toch? Of je dat leuk vindt. Dus dat Celine allemaal kleren voor mij gaat bestellen die ik moet... flippen. Of ik, want jij gaat sowieso rare dingen uitkiezen voor mij. Maar je moet wel je best doen. Maar oké. Vergeet trouwens niet te abonneren. Ja. Druk even op het belletje, zodat je dus alle nieuwe shopvideo's van ons ook meteen ziet. Toch? Ja. Vandaag gaan wij beginnen met de eerste shopvideo. En die is van... Boehoe! Namelijk, wij hebben besteld. Heel erg veel. Het is gigantisch. Dit is de zak. Zeg maar, kijk, dit is Celine. Ga jij eens ernaast? Dit is Celine en dit is letterlijk de zak. Wij hebben dus allemaal dingen bij Boehoe besteld. Als allereerst wil ik ook even altijd iets vertellen over de webshop. Ik vond het een makkelijke webshop om iets te bestellen. Het was overzichtelijk, was niet moeilijk. Je kan met iDeal betalen of met PayPal of met creditcard. Zeg je dat goed met iDeal? Volgens mij wel. Ik heb nu voor 6 euro volgens mij betaald. En dan zou die binnen 4 werkdagen er zijn, maar... Dat was het niet, nee. Wij hebben denk ik ongeveer 2 weken moeten wachten hierop. Ja. Wacht, ik schud hem open, dan mag jij het eerst even zoeken. Oh. Oké, grabbelen maar. Wat is dat? Oh, dat zijn die kettingen. Dit heb ik besteld. Dit zijn BFF kettingen. Er zit een hartje aan. Oké. Zijn twee dezelfde. Ja. Twee dezelfde kettingen. Die waren 4 euro. Ja. Zo, je slaat me gewoon met dat ding. Okay, dit is, oh ja, ik weet. Oh ja, dit is voor Celine. Oh ja, dit is jurkje. Ik moet zeggen dat hij er wel groot uitziet. Ja. Wat denk jij? Ja, maar dat is toch eigenlijk alleen goed. En wij hebben natuurlijk hier een ringlamp. Ja. En als ik zo doe, zie ik wel alles er doorheen. Ja. Het is op zich... van oké kwaliteit. Het had slechter gekund. Het jurkje was 11 euro. 11 euro. Nou moet ik zeggen, ik vond die modellen er best wel klein uitzien. En Celine is lang. En zij heeft maat 128. Heeft zij nu 122 of 128. Dus ik dacht dat ik te groot zou kopen. Dus ik heb te klein, dat het te klein zou zijn. Maar nu denk ik weer, dit is denk ik echt veel te groot voor jou. Dit is maat 9 en 10 jaar. Dus ja, we gaan het even afwisselen. Toch? Ja. Gaan we... Nog niet zo slecht. Jawel, hij is wel slecht. Nee. Vind jij mooi? Kom eens dichterbij, kom hier. Dat dit zo wijd is en dat hier die puntjes. Hij zou eerder iets strakker moeten zitten. Kijk. Maar ja. Vind je hem wel leuk? Ja. Ik weet niet wat ik hiervan vind hoor, als ik eerlijk ben. Ik vind hem best wel mooi. Ja? Ja. Wat voor cijfer geef je dan? Ik geef hem een 7. Ik geef deze een 3. Ja, ik vind hem niet zo mooi. Hij is lekker iets groot en ik vind hem gewoon niet zo mooi. Nou, ik geef maar als jij hem mooi vindt, mag je hem houden. Ik vind het zo makkelijk. Nieuwe spullen. Is dit voor jou of voor mij? Ik denk voor mij. Weer iets voor jezelf. Ik denk het, ik weet niet zeker. Oh ja, dit is een maxi rok. Oh, een rok! Ja. Yes! Ik dacht dat het een broek was. Nou, maar weet je wat ik wel een beetje raar vind? Oh, deze heb ik wel 7, 8 jaar, dus dat is 128. Maar hij is heel zilver. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. En op de foto zag hij er niet zo zilver uit. Was het gewoon zwart met een glansje. Lekker rok. Ik ben benieuwd hoe die hier staat. Ja. Dit geloof je niet?
Maar deze rok was maar 6 euro. Ja, het is zo goedkoop daar. Het is gewoon niet normaal. Deze ga ik zo meenemen. Deze ga ik sowieso meenemen naar vakantie. Ik vind hem echt mooi. Wat vind jij? Ook. Ik voel mijn danseres in deze rok. Ik vind hem heel mooi. Heel leuk. En dan zou ik hem gewoon met een zwart topje doen. Dus doe deze eens uit. Ja, echt mooi. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik word altijd zo vrolijk van nieuwe spullen. Ja. Gewoon nieuwe kleren. Ik zal trouwens de link naar de Boohoo kinderkleding zal ik in de beschrijving zetten. Ja. En ook wat ik heb besteld. Ik heb besteld van de Tall collectie. Want omdat ik best wel lang ben, ik ben 1,78. Dus heel vaak zijn dingen te kort voor mij. Dus ik heb van de Tall collectie besteld. Ik vond toen ik de schoenen ging uitzoeken, dat er heel onduidelijk stond welke maat ik moest nemen. Dus ik heb gegokt. Dus ik heb het gevoel dat ik niet de goede maat heb. Maar we zullen het zien. Oh, nou. We denken dat het wel goed is. Ik denk dat ik goed heb gegokt. Oh, ik hoop echt dat ze je passen. Ik vond ze wel leuk. Deze slippers waren 13 euro. 13 euro. Ze zijn wel een beetje, ze lijken een beetje scheef te staan. Maar ja, wat wil je voor 13 euro? Oké. Okay. Ik geef ze wel een zesje. Echt? Een zesje, ja. Ik geef ze een 7. Ook een 34. Deze schoen heb ik in maat 35 besteld en 34 is binnengekomen. Ik weet niet of dat normaal is, maar ja. 34 paste sowieso. 35 was juist eigenlijk fout. Dus het is goed dat ik dat heb besteld. Deze zilveren schoenen waren 11 euro. Ik geef deze een 7. Ik vond die zwarte mooier. Die zwarte heb je ook een 7 gegeven. Oh. Hoe is het dan? Dit is voor jou. Ja, dit is voor mij. Zeg maar, ken je wel eens dat je dan binnenkrijgt, als je zeg maar veel dingen bestelt, en dat je dan denkt van, waarom heb ik dit besteld? Ik weet niet waarom ik dit heb besteld. Ik ga dit ook niet eens aandoen. En ik vind de kleur ook niet zo mooi. Ik vind en het is heel dun. Dit is echt, nou ja, misschien voor een huis. Ik kan een topje wel dragen. Misschien doe ik dit voor een huis aan. Maar ik weet niet waarom ik dit eigenlijk heb besteld. Jongens. Dit is zo lelijk. Het is mooi. Huh? Wat zeg je nou? Je ziet gewoon alles. Even serieus. Wat is dit? Letterlijk mijn string wat ik aan heb. Nee, dit zou ik nooit aandoen. Oh. Dit kreeg van mij een min 3. Voor jou? 8. Ik zweer het. Ik heb het net met jullie over dat zij kleding van mij uit gaat zoeken. Nou, ik hou me nu al vast op de dingen waar zij allemaal een 8 voor heeft gezet. Geef een duimpje omhoog als je het mooi vindt. Doe allemaal duimpjes omhoog. Nee, dit is het lelijkste wat ik ooit aan heb gehad. Ik weet niet wat me bezielde. Wauw. Oké, ik ga dit heel snel uittrekken. En ik help je. Oh, deze vond ik echt zo leuk. Deze hier was ik zo enthousiast over. Dit is een bikini. Oh. Ik moet zeggen, dit broekje ziet er heel klein uit, Celine. Ik weet niet of jij dat ziet. Nou, ik hoop dat hij je past. Dan gaat het zo verpassen. Maar dit is dus een panter bikini. Ja.
Dat is het broekje. Dit is de bovenkant. En dit is de achterkant. En ik vond het echt heel schattig. Want wij gaan op vakantie. Ja. Dus we hadden allemaal van een vakantie. Dus we hadden allemaal spulletjes nodig. Ja. En die was 11 euro. Ja, dus dat vind ik wel een leuke prijs voor een bikini. Dit is de bikini. Als je hem aantrekt, het topje. Als je hem aantrekt, dan denk je, oh, hij is te strak. Maar draai je zo naar de achterkant? Voor mij zit hij niet te strak. Even achterkant. Kijk zo. Ik vind hem wel leuk, Celine. Ik vind hem best wel leuk. Jij? Ook wel. Ik geef deze ook een 8. Ik vind hem wel leuk. Ik vind die print leuk. Ja, ik vind hem mooi. I love this. Ja, ik vind hem heel mooi. Wat is dit? Oh, ik dacht echt dat die stippen witter zouden zijn. Ik weet al wat het is. Voor jou? Nee, dit is ook van jou. Oh, leuk jurkje. Nee, het is geen jurkje. Het is een soort jumpsuit-achtig. Ja, of playsuit noemen ze het. Oh. Dus het is een soort pakje. Wat is? Een broekje. Oh. Dus het lijkt op een jurk. Maar ik vind dit ook weer kleiner uitzien voor jou. Ja, maar ik vind dat best wel leuk. 7, 8 jaar. Misschien had ik toch dit ook in. Nou ja, we zullen het zo zien hoe die is staan. Ja. Toch? Ja. Deze was 13 euro. Ja, de playsuit was 13 euro. Ja. Mijn favoriet. Dat is nog niet zo slecht. Ik geef hem wel een 9. Ik geef deze een 10. Dus 10. Kijken. Ik vind hem echt mooi staan. Ik geef hem een 9. Ik geef hem echt een 10. Ik vind deze zo leuk. Vind je die leuk, Mie? Ja. Staat je zo mooi. Oké. Ik weet al. Dit is iets voor mij. En ik heb denk ik nu al spijt. Ik hou best wel van een beetje wijde broek, een flare. Maar, ik denk dat dit te wijd is. En ik dacht dat het feller oranje zou zijn. En de camera lijkt er toch enigszins feller. Maar ik heb in mijn eigen collectie bijna precies die kleur. Dus dat is echt weer heel zonde. Maar ik dacht dat het veel feller oranje zou zijn. En het is best wel mijn pijn. Ik ben benieuwd. Ik heb misschien een beetje spijt. Oh, ik moet zeggen dat het wel een dik stofje is. Het is een goede stof. De pijp is zo. Ja, hij is echt wijd. Maar hij is zeg maar vanaf boven ook al wijd. Kijk. Hij is zelfs langer dan jou. Hij is wel heel lang weer ook weer. Ook allemaal van de Tall collectie. Deze was 16 euro. Jongens. Heel erg mooi dit. Ik moet wel zeggen, hij schijnt heel erg door. Want ik heb dus een body aan. En dat kan je wel zien. Ik dacht dus dat hij veel te wijd zou zijn. En hij is ook super lang. Ik denk dat ik hem met hakken, dat hij nog steeds tot de grond zit. Super mooi. Echt. Top. Ik denk als je hem in het zwart of een donkere kleur bestelt, dat hij minder doorschijnt. Maar wat vind jij, Nien? Hoe vind jij mama staan? Een 3'tje. Een 3? Waarom krijg ik al zulke lage cijfers? Nee, ik vind het niet mooi. Wat vind je niet mooi? Die wijde pijpen niet? Ik vind dat gewoon niet mooi. Ik geef hem een 7 omdat ik de kleur, omdat hij door de kleur zo erg doorschijnt, weet ik niet of ik hem heel vaak aan zal doen. Maar ik vind hem heel mooi. En jij? Ik word blij van. Ik word niet blij van. Ik had het erger verwacht, dus ik ben niet blij. Dit is verkeerd. Nee. Oh nee, niet. Hè? Wat? Ik ga even terugkijken hoor. Nee. Dit heb ik toch niet besteld? Ah! Ik had dus dit setje besteld.
besteld. En we hebben dit setje gehad. Gewoon een zwarte legging. En dan dat topje erboven. Nou, en het is echt een fleur legging. Echt, hier heb je echt niks aan. Nou, dan ga ik ze dus even mailen. Want dit ziet er ook zo groot uit. Dit vind ik echt jammer. Ze hebben dus het verkeerde besteld. Ik dacht het is leuk voor in het vliegtuig en zo. Maar nu... Het is wel hetzelfde printje, maar nu... Mm-hmm. Ja. Misschien verrast hij wel ons. Misschien is die prachtig. Ja, dat is waar. We gaan het even aanpassen. Dit is niks. Dit is niks. Op mijn pyjama zit beter dan dit. Het is veel te groot. Maar sowieso hebben ze het verkeerde opgestuurd. Moet je zien. Dit is eigenlijk een strakke legging. Broekie. Kijk eens dit broekie. Nee, dit vind ik echt niet mooi. Ik geef dit serieus een 2. Ik geef dit minder dan een 0. Ja, dat is misschien ook een goed idee. Doe maar snel uit. Volgende. Ja. Oh, op deze zat ik te wachten. Is die voor jou? Ja, dit is degene waar ik het meest enthousiast over was. Het stond zo mooi op dat model. Oeh. Oeh, het is een heel fijn stofje. Ja, ja, dit is een heel erg fijn stofje. Oh, er zit een rits in, dat had ik niet verwacht. Ruik even. Oh, het ruikt weer heel chemisch, dat wel, ja. Heftig. Ik snap alleen niet zo goed waarom er een rits in zit. Aangezien je dit bij dit stofje dat helemaal niet nodig hebt. Maar oké. Hij is weer ernstig lang. Ja. Ik moet zeggen dat ik het bij een wijdere broek veel mooier vind als die wat langer is. 19 euro. Ja, 19 euro was die. Het is dus een jumpsuit. Ja. Dus ik ben benieuwd. Er zit dus een rits aan de zijkant. Oh. Maar ik snap dus werkelijk weer niet waarom. Want je hebt heel die rits niet eens nodig. Ik weet het niet. Wat vind jij, Celine? Ja, hoeveel geef jij het? Hoeveel geef jij het? Kijk, ik vind het hier te bloot. Ik moest ook een BH, ik moest mijn BH serieus uitdoen. Anders ging die helemaal open. Dus als je een beetje grote borst hebt, kan je dit dan niet aan. Maar verder. Hoeveel geef jij het? Hij zit wel lekker. Hoeveel geef jij het? Ik weet niet. Ik vind hem niet lelijk. Dat echt niet. Ik geef het denk ik. Ja, wat zou ik doen? De stof vind ik ook mooi. Dus vind ik hem lelijk of mooi? Dus je vindt hem mooi? Ik ben er niet helemaal van uit. Ik kan niet ineens de robot doen wat wij altijd doen. Kijk, dan. No, no. Ik dacht dat ik deze het mooiste zou vinden, maar dat is dus niet waar. Ik weet het niet. Ik geef het een 5. Maar de kleur vind ik wel weer heel mooi. Dus ik geef het een 6. Nee? 4. Een 4? Harde jury hier zo. Volgende. Heb je al een idee? Van mij. Oeh, ik had het een hele andere stof verwacht. Als ik eerlijk ben. Dit is ook weer van de taalcollectie. Ik heb een 38. Hij is weer... Oh, ik moet zeggen. Deze is wel iets korter. Maar hij is wel lang. Ja. En het is een soort, ja, wat is het? Hij is precies dezelfde stof als die oranje. Wat op zich wel, het is een soort crepe-achtige stof. Met heel veel stretch. Dus ik ben benieuwd. En hoeveel heb ik hiervoor betaald? Hij was 16 euro. Deze was 16 euro. Ik moet zeggen, ik vind dit heel leuk. 1. Echt waar, jongens. Ik vind het echt heel leuk. Hoeveel geef jij het nou? Het zit ook zo lekker. Je kan dit doen. Hoeveel geef je het na een 1? Een 1? Ja. Waarom? Ik vind het mooi. Wat vind je mooi dan? De kleur of die streep? Ik vind het gewoon niet mooi. Jongens, ik ben heel blij. Ik geef het een 8. Ja. En jij geeft het een? 1. Later. Volgende. Oh, naar de volgende. Oh, deze vond ik zo leuk. Die wou je eigenlijk niet. Voor mij. Ja. Ik vind deze zo mooi. Ook met dat topje wat je nu aan hebt. En dan dit erbij is zo leuk. Het is een... Ik vind het nu een envelop. Waarom? Ik vind het leuk. Ik denk echt als jij dit aan hebt, dan denk je, ja man, ik snap echt wat je bedoelt. Nee.
Het is dus een legerprint rokje. Hij was 15 euro, dit rokje. Ja, het rokje was 15 euro. Ja. Maar dit vind ik ook gewoon heel tof. Ik ben benieuwd. Dit is de zijkant ook. Dit is de achterkant. Ziet er bijna door mijn haar niet. Ik geef het een 4. Echt? Ja, hoeveel geef jij het? Ik geef deze denk ik een 7. Okay. Ook weer dit topje en die groene jumpsuit was ik het meeste enthousiast. Dit is dus een topje. Maar ik hou gewoon... Ik moet zeggen, nu ik mijn zwarte haar heb, is het wel weer wat minder. Maar toen ik echt mijn blonde haar had, hield ik zo erg van deze kleur. En hij was 19 euro. Ja. Dus dat is best duur. Voor... Tenminste, het is niet duur, maar ik bedoel... Het jumpsuit was ook 19 euro. En dit stukje stof is ook 19 euro. Maar ik vond hem zo mooi. Ik dacht, dit kan zo mooi zijn. Dus ik dacht, die moet ik hebben. De armen zijn dus ook... Gaat een kop. Heel lang. En mijn armen, ik kan pas zeg maar nooit wat. Maar ja, dat is ook weer dus van de talcollectie. Je moet dus meenemen op vakantie. En je komt dan op vakantie aan en je kijkt in je koffer dat dit dan helemaal gekreukeld is. Ja. Dat vind ik wel jammer, maar goed. Misschien? Ik weet het niet. Wat vind jij? Ik vind sowieso zou ik het niet met een jeans aan doen. Of een nee. Je kan eigenlijk geen BH aan, want je ziet hier alles doorheen. Dus je vindt het een logo. Nou weet je, ik vind hem niet lelijk. Het heeft wel iets. Alleen wat ik sowieso heel irritant vind is het dat het dit stofje is. Kijk, de kreukels. Dus ik kan het misschien ook niet helemaal heel goed zien. Omdat hij zo erg kreukelt. Die mouwen zijn super lang, moeten jullie zien. Vlieg. Vlieg. Hoe je laatste dag is. Vlieg. Alsof de morgen niet bestaat, lijf. Je wil het niet goed. Maar in ieder geval, je moet er dus wel heel strak in het pak voor zijn. En ik moet sowieso iets strakker hiervoor zijn. Maar goed, ik heb nog een maand voor vakantie. Ja. Ik weet het niet. Ik wil het sowieso met iets anders aan. Ik twijfel. Wat vinden jullie? Laat even weten beneden in de reacties. Ja. Yeah. Sowieso dat stofje zo slecht is, vind ik wel akelig. Het heeft wel iets. Ik geef het een 5, want ik weet het niet. Jij? Een 8. We zijn het zo niet met elkaar eens. Oké, ik denk dat we iets te veel spullen hebben voor één haul. In de reacties weten of er te veel spullen zijn voor één video. Ja, want ik ben nu aan het filmen en het duurt nu al heel lang. Dit is een heel naar stofje, voel even. Oh. Dit is ook weer zo'n item dat ik zomaar dacht. Weet je, dat je van alles aan bestellen bent. Ja, dit is weer zo'n item dat ik denk, waarom heb ik dit besteld? Want ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Het is voor Celine, het is een soort jurkje, maar het is, ja. Hij was, ik weet niet. 8 euro? Hij is 8 euro, dus ik heb het eigenlijk gewoon uit gierigheid, denk ik. Oh, hij is maar 8 euro, kan misschien wel leuk zijn. Zo, maar ik weet het niet. We zullen het zien. Wat is dit? Wat is dit? Oké. Okay. Wat is dit? Deze rij is sowieso niet meer. Even serieus. Kijk eens. Wie verzint dit? Hier is hij helemaal bloot. Nee, dit kan niet. Nee. Ga even weg. Nee. Even serieus, dit is gewoon voor kinderen. Het komt gewoon tot hier. En hier is de navel. Waar is je navel? Hier is je navel. Wauw. Beter zo kunnen doen. Kijk, ga eens kijken. Kijk, misschien als ik hem zo doe, vind je hem dan wel leuk. Ik geef deze letterlijk een min 20. Want het ik geef deze een min 0. Het is totaal niet gepast voor kinderen. Ik geef deze een min 0. Het kan gewoon niet. Ik geef deze een min 0. Dit is echt erg. Hier is het laatste pakket. Het laatste. Is ook iets voor mij. Okay. Dit is een broek. Nee, dit is ook een jumpsuit. Oh. Het is een beetje hetzelfde stofje als dat groene jumpsuit. Maar hij is wel weer ook heel erg lang. Mama.
Dus dat is fijn. En hij was 16 euro. Ja, het is wel van zo'n mooi glansstofje. Ja. Dat is hetzelfde als die groene. Dus ik ben benieuwd. Laten we gaan passen. Ik vind het niet lelijk, maar ik vind het ook niet weer mooi. Je ziet alles door deze stofjes heen, dus dat vind ik wel echt een minpunt. Ik vind het wel mooi dat hij zeg maar hier tailleert. Hij is ook wel lang, dat is ook fijn. Ik denk alleen dat het stofje in de zomer heel warm is. Het is precies hetzelfde stofje als die groene. Maar ik dus, omdat hij zwart is, schijnt hij iets minder door, maar hij schijnt nog wel door. Het is wel echt gewoon een soort legging. Ik weet het niet. Ik vind het wel mooi. Laat me het zo zeggen, voor de prijs is die oké. Ik geef hem iets hoger als die andere. Ik geef het een 7. En vind je hem lelijk of mooi? Ik vind hem wel oké. Jij? I give it a 3. 3! Ik krijg alleen maar lage cijfers van jou. Vinden jullie dit de 3 waard? Laat even weten beneden in de reacties. Ik heb even wat makkelijks aangedaan. Even onze... Ja. Wat vonden we er nou van? Wat vonden we nou van Boehoe? Wat vond jij, Nien? Ik vind Boehoe wel geslaagd. Ja, ik moet zeggen, verwacht niet een te grote kwaliteit, want dat is het gewoon niet. Het zijn allemaal best wel dunne stofjes en je ziet alles er doorheen. De pasvormen kloppen ook niet altijd, zoals je zag bij dat kinderjurkje. Ja. Dat kon gewoon echt niet. Verder, ja, je krijgt wel leuke dingen voor je prijs, voor de prijs. Ja. Als je iets wil bestellen, moet je dus ook niet verwachten dat je dat meteen binnen hebt. Want dat is dus ook niet zo. Wat geef jij Boehoe overal, gemene cijfer? Ik geef 5,5. Een 5,5? Nee, ik wil iets hoger. Ik geef het een 6,5, denk ik. Dat is eentje minder. 6,5 of een 7. Ik twijfel een beetje. Maar dit was onze eerste shopvideo. Laat even weten in de reacties of jullie het leuk vonden. Of we te veel items hadden, toch? Ja. En of we vaker dit soort video's moeten maken. Ik vond het wel heel leuk om te doen. Jij? Ik ook wel best. Ja, hè? Oké. Abonneer even op ons kanaal. Laat even een reactie achter. En abonneer ook op mijn kanaal, Selena's World. Inderdaad, abonneer ook vooral daarop. En dan zien we jullie snel. Doei, meisjes. Doei.